Hoi allemaal, mijn naam is Ahmed Honisk. Op dit moment staan we in de raadzaal in Benum. Vandaag wordt Henk-Jan Bolding gekroond tot burgemeester. Het zal voor een deel hier gaan gebeuren en voor een deel wordt het feestelijk gevierd in de Maranatha-kerk. Ik neem jullie mee en ik laat jullie zien hoe deze feestelijke dag wordt gevierd. Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, te benoemen tot burgemeester der gemeente Het Hoge Land, de heer meester H.J. Bolding te Glimmen. En ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk houdt van mij God almachtig. Dat is een geluk en blij van harte. Henk-Jan Bolding is officieel de burgemeester van het Hoge Land. Hij heeft zojuist zijn eed afgelegd. En we lopen nu naar de Maranatha-kerk om daar de feestelijke viering te doen van Henk-Jan Bolding. Helemaal gratis voor het Hoge Land. Geniet ervan, maak het waar en laat ze het volle werk horen. Dankjewel. Zekerheid, of je wel met groene snaren kent, ga maar wieder in het hoog houden met iets. Dan hoop ik een hoog land achter te laten waar het uitstekend wonen, leven, recreëren en ondernemen is. Met gelijke kansen, omdat iedereen erbij hoort. Want dat verdient het hoog land. Dat verdienen onze inwoners, nu en straks. Soms is de lucht strak blauw, soms in de donkere wolk. Dus hopelijk dat wat die deze prachtige schilderij van alleen. Het is precies de sfeer waarin ik graag mijn werk wil doen. En dat het gewoon zo warm voelt al. Dat is een bevestiging waar ik afgelopen jaar heb ervaren. Dus dat vind ik heel mooi. Dit is jullie krachtpasser en kwetsbaarheid. Ik sta naast Roelf Torringa. Jij hebt ook een deel gehad aan deze avond. En laat me als eerst vragen, wat vond je van deze avond? Ik vond het geweldig. Een leuke avond, heel gevarieerd. En ook een beeld van mensen die je anders nooit ziet. En dat vond ik heel erg leuk. Nou, er zijn heel veel mooie woorden gezegd vandaag over de burgemeester en over de komende tijd. En als jij in een paar woorden kan zeggen wat jij verwacht van de burgemeester voor de komende tijd. Ja, wat ik verwacht is dat hij weet te enthousiasmeren, dat hij mensen mee weet te nemen in het verhaal van het Hoge Land. Dat vind ik belangrijk. En ik denk dat hij in staat is om
tijdig zich de realiteit onder ogen te zien. Dus wat is er mogelijk en wat kunnen we doen? En nou, daar schat ik hem ook in. En hij is gewoon heel erg sterk op het menselijke aspect. Gewoon contact maken, luisteren. Daar zie je echt als geen ander goed in. Dus in het algeheel, er zijn voor de mensen, er zijn voor de inwoners en voor zijn collega's. Ja, ja, dat vat je goed samen. Ja. Hartstikke mooi, Roel. Hartstikke bedankt. Okay. Dankjewel. Graag gedaan. Yes. Ik sta naast Marcel Nieuweweg. Jij hebt de hele avond een beetje aan elkaar geknoopt, van het begin tot het eind. En ik wil jou als eerst vragen, wat vond je van deze avond? Ik vond het een feestje. Jij hebt aangegeven dat je hem al een aantal jaar kent. Wat verwacht jij dat deze burgemeester kan gaan betekenen voor het Hoge Land? Dat is denk ik de kern van vanavond. Het is een echt mensenmens. Het is een verbinder puur zo. Hij is oprecht, wat ook uitstekend past denk ik bij de inwoners van het Hoge Land. Ja, en de laatste woorden die bij het laatste gesprek naar voren kwamen, vind ik wel een hele mooie beschrijving. Een krachtpatser in kwetsbaarheid. En ik denk dat ze daar de komende 6 jaar heel veel plezier in gaan beleven. Dat hoop ik ook voor ze. Dankjewel Marcel. Ik sta naast de garnalenkoningin, zoals ik net hoorde. Wat vond jij van deze avond? Nou, ik vond het een hele geslaagde avond. Mooi, en wat verwacht je van de burgemeester voor de komende tijd? Hij is natuurlijk al een jaar bezig en dat heeft hij hartstikke goed gedaan. En ik verwacht dat hij daar eigenlijk gewoon mee doorgaat. Gewoon de dingen die hij vandaag eigenlijk allemaal gezegd heeft, dat hij ook die soort van gaat waarmaken. Ja, en zich voor ieder dorp in deze gemeente waar gaan maken. Niet alleen voor de grotere dorpen, maar ook voor de wat kleinere dorpen. Ik sta naast Lisette, een van de inwoners van het Hoge Land. En Lisette, we hebben een mooie avond gehad, of zeg ik dat zelf, wat vond jij van de avond? Prachtig. Gevarieerd, leuk, warm. Ja, mooi. Wat verwacht jij van de burgemeester? Dat hij echt voor het Hoge Land er is, zeg maar. Voor de mensen, voor de natuur, voor alles. Wat hij zelf ook eigenlijk al zei. Dat hij dat waar gaat maken. Jij hebt al alle vertrouwen. Absoluut. Ik sta naast Sanne. Sanne, jij bent fan van het Hoge Land, zoals je dat net zelf mooi zegt. Vertel, wat vind jij van het Hoge Land en waarom ben jij daar zo fan van? Oh, ik vind het echt een prachtig gebied. Maar eerder ging ik al met mijn ouders dagjes uit naar Noord-Groningen, naar het Hoge Land. Want dat was zo anders. Daar waren dijken en zee en kleigrond en uitgestrektheid en van die oude kerkjes. En het voelde altijd alsof we op vakantie waren. En nog steeds, als ik hier fiets of wandel hier in het Hoge Land, voelt het nog steeds als vakantie voor mij. Wat vond je van de avond en wat verwacht jij van de burgemeester met name? Ik vond het een hele indrukwekkende avond. En wat mij juist heel erg opviel is dat een soort van rode draad door de hele avond was zijn vermogen tot kwetsbaarheid. Dat vind ik heel mooi, want het vereist veel meer sterkte en kracht om kwetsbaar te zijn dan alleen maar je sterk voor te doen, zeg maar. En ik denk dat zijn oprechtheid, zeg maar, daarin, dat gewoon een heel goed teken is. En ik verwacht ook dat hij iemand is met voet in de klei, letterlijk. En met oor, luisterend oor van zijn inwoners. Dat is heel mooi. Ik sta naast de burgemeester Henk-Jan Bolding. Er zijn heel veel mooie woorden gevallen. En ik ben eigenlijk nieuwsgierig naar hoe dat voor jou voelt. Ja, weet je, ik moet het allemaal nog een beetje verwerken op dit moment. Er is zoveel gezegd. En het mooie is dat ik ook inderdaad merkte dat het ging over mij. Ik had niet het gevoel dat het over iemand anders zou gaan. Dus ik was mezelf. Ik hoorde dingen terug en hoe ik ook graag wil zijn. En als dat overkomt, dan denk ik van ja, dan is precies wat ik graag wil bereiken. Het gaat niet om mij. Het gaat om het werk wat ik doe. En het gaat om de mensen voor wie je het doet. En dat is echt, dat zit in mijn vezels, in alles wat ik doe. Maar vanavond gaat het wel een beetje om jou, toch? Ja, natuurlijk. Ik geniet in zekere zin. Ja, ik geniet daar natuurlijk ook van. En ik vind het ook prachtig mooi dat me dit allemaal zo ten deel valt. Dus ik kan er ook wel heel bewust van genieten. Ja, en kijk, het kwetsbaar betekent niet ook altijd dat je iedereen maar zijn zin geeft en zo. Hè. Wat ik daarin ook probeer te doen is gewoon ook daar stevig in te staan. Te zeggen, dit moet er gebeuren. Maar er ook iets laten zien van betrokkenheid. En nou, je bent al een poosje burgemeester. En nou ja, vanaf vandaag dus officieel. En hoe zie jij de komende maanden voor je? De komende jaren misschien? Ja. Nou, de volgende dag is niet anders dan de dag van gisteren. We gaan gewoon heel hard door. Dat geldt ook voor de komende maanden, weken. Wat ik wel mezelf heb beloofd is om eens even een moment te kiezen. Om even stil te staan van wat heb ik nou afgelopen jaar gedaan? Waar ben ik geweest? Wie heb ik gesproken? En zijn er misschien toch niet ongemerkt plekken of mensen of thema's die wat onderbelicht zijn geweest in mijn aandacht? Daar ga ik even de tijd voor nemen om eens te kijken van welke accenten zou ik nu opnieuw moeten leggen, rekening houden met wat ik afgelopen tijd heb gedaan. Mooi, klinkt heel mooi. Dat is eigenlijk een soort reflectie op jezelf, wat ook heel belangrijk is, denk ik. Ja, zeker. Dat moet je blijven doen. Ja. Ik wil jou nogmaals van harte feliciteren en ik gun jou een hele mooie avond. En hartstikke bedankt voor deze mooie avond, Henk-Jan. Dankjewel. Alle goeds, hè. We hebben een hele mooie avond gehad in de Maranatha-kerk in Beden. Henk-Jan Bolding is officieel ingelast als burgemeester van het Hoge Land. Het was een mooie en intieme avond
voor zowel de burgemeester als alle inwoners van het Hogeland die hier ook aanwezig waren. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video en wellicht tot snel. Dag!